denk dat de boom vast stond. Ja, maar ik ben een beetje duizelig. Oh jee. Gaat het nu wel weer? Ja? Het is lief, maar dat hoeft niet. Oké, niet omvallen dan, hè? Nee, okay. Nee, maar dat komt net een beetje door de warmte of zo. Ja, nou blijven drinken, hè? Ja, nee, ja, dat heb ik allemaal niet meer gedaan. Oei. Ik zal zo even water gaan drinken. Ja, een godglas nemen, hè? Alsjeblieft. Doeg. Gewerkt hebben met feesten. Ja. Belde Gaby of Manon belde op. Gaby of Manon belde dan op. Heb jij nog ruimte? Kun jij nog de terugweg eentje nemen? Nou, we gaan rechtsaf. Sorry. Ja. Red jij dat nog? Ja. Goedemiddag mensen, is het inmiddels 12:15? Het is het warm, hè? Dat de avond horen in Limburg was het nog warmer. Dat, ja, 33 graden. Nou, dat zal het hier niet zijn, denk ik. Maar we zijn even een rondje om, want we moeten natuurlijk wel die trotters uitproberen. Dus we zijn weer op de trotters. Maar fiets wat lekker, hè? Heerlijk, die trotters, jongens. Ja. Krachten zetten. Nee. Enga Mago hebben echt gelijk gehad. Het fiets hartstikke lekker, joh. Dus we gaan lekker nu een rondje om, een klein rondje. En tot heden hebben we eigenlijk nog steeds geen mankement op die trotters gevonden. Nou, jij had in het begin wat problemen met slot. En wat aanlopende spatborden, maar dat was eigenlijk snel opgelost. Dus we gaan lekker rondje om. Dus ik heb jullie al een tijdje meegenomen. Of een tijdje voor mij nou. Ik heb wel wat gefilmd. We zijn even bij een oud collega op visite geweest van Hoenderdaal. Daar werken wij allebei niet meer, maar dat is een heel ander verhaal. We zijn er altijd vrijwilliger geweest en op een iets lullige manier eruit gegaan. Deels mijn schuld, deels hun schuld. Dus we zijn eigenlijk daar visite geweest. Nou, dat gaat ook hartstikke goed. Hè? Ik was een beetje ziekig, maar goed, ja, dat maakt niet uit. Het was hartstikke gezellig. Dus we gaan lekker nu naar Oude Sluis. Dat is daar. Daar ergens. Dus daar gaan we nu naartoe. En we maken geen lange rit van. Want daar is veel te warm voor. We zijn niet zo van die hele grote fietsers. Heerlijk. Maar die trottertjes, jongens. Hè? Kijk, die van Jolande bijvoorbeeld ook zo. Die van mij. Ja, dat is echt een gouden aanwinst geweest. Het is zijn geld dubbel en dwars waard, mensen. Absoluut. Maar dan ga ik u meenemen, want ik sta in de volle zon en ik krijg het warm. Overal. Nou, het is een smaak. Oud collega van Veenstra nog. Ja, bijna dezelfde auto als Opeltje. Ja. Ik denk dat hij ook al 10 jaar daar werkt bij Veenstra.
Wij werden vroeger niet zo gepamperd thuis. Als schop onder je kont kon je krijgen. Maar zat nog inderdaad op school, dus ja. Wij werden vroeger thuis met mijn vader, die was niet makkelijk. Hij was wel rechtvaardig, mijn vader, maar ik zou wel eens een slag van master schat hebben van hem. En tegenwoordig worden ze allemaal gepimpt. Dat regelt hoor. Dus je moet toch wel een mogelijkheid hebben tot... Vroeger fiets je zo rechtdoor, dan heb je daar verderop de overgang. Dat is nieuw voor mij. Nou, pak het deze wel even. Heb je nooit geweten? Sportvelden. Ja. Ik heb dit allemaal nog zien bouwen.